In deze video gaan we prefixen toevoegen. Dat is hetzelfde als een macht van 10 vervangen door een prefix. In het eerste voorbeeld wil ik 1,2 x 10 tot de min 5e newton schrijven in millinewton. Een milli, dat is hetzelfde als 10 tot de min 3e. Dus eigenlijk wil ik in plaats van millinewton dit getal schrijven als 10 tot de min 3e newton. Nu in deze opgave staat er al 10 tot de min 5. Er staat al een macht van 10, maar deze macht van 10 is natuurlijk niet hetzelfde als deze macht van 10. Maar 10 tot de min 5, dat is eigenlijk hetzelfde als 10 tot de min 2e maal 10 tot de min 3e. Want min 2 plus min 3 is gelijk aan min 5. Dus eigenlijk komt er hier 1,2 maal 10 tot de min 2e maal 10 tot de min 3e newton. En die 10 tot de min 3e, dat is deze milli, dus ik krijg 1,2 maal 10 tot de min 2e millinewton. Nu, deze macht van 10 tot de min 2e zou ik op zijn beurt ook nog kunnen vervangen. Want vermenigvuldigen met 10 tot de min 2e betekent eigenlijk min 0,2 plaatsen naar links verschuiven. Dus eigenlijk zou ik dat ook kunnen noteren als 0,012 millinewton. In het volgende voorbeeld wil ik 1,2 maal 10 tot de min 5e newton nu schrijven in micronewton. Nu, micro is hetzelfde als 10 tot de min 6e. Dus micronewton is hetzelfde als 10 tot de min 6e newton. Nu, vermenigvuldigen met 10 tot de min 6e staat er hier. Hier staat er vermenigvuldigen met 10 tot de min 5e. Dat is natuurlijk niet hetzelfde aan elkaar. Nu, hoe kan ik 10 tot de min 5e schrijven als 10 tot de min 6e? En dat kan ik doen door hier ook nog een keer te vermenigvuldigen met 10 tot de eerste. Want 1 min 6 is gelijk aan min 5. Dus ik krijg in totaal 1,2 maal 10 maal 10 tot de min 6e newton. En 10 tot de min 6e is hetzelfde als micro, dus ik krijg 1,2 maal 10 micronewton. Die macht 1 hoef ik natuurlijk niet te noteren, want 10 tot de eerste is gewoon 10. Nu, deze 10 zou ik ook nog een keer kunnen wegwerken, want vermenigvuldigen met 10 tot de eerste in feite is hetzelfde als mijn 0,1 plaats naar rechts verschuiven. Dus ik krijg eigenlijk 12 micronewton.